your fucking hands up! Een feest van wereldformaat. Het Spijkenisse Festival was gisteravond even het mekka van de dance scene. En dat gebeurde zeker. Spijkenisse heeft het feest te danken aan het feit dat Afrojack is opgegroeid in Spijkenisse. En daar is hij ook trots op. Ik denk dat het best wel voor iedereen vrij uniek is om de wereld rond te reizen en tot een bepaalde top te komen en dan gewoon terug naar huis te komen en dat aan iedereen te kunnen laten zien. We hebben ook een groot LED-scherm gehuurd en zo. Dus die hele show die ik normaal doe op alle festivals over de hele wereld, die doen we vanavond in Spijkenisse. Afrojack gaf het feestje ook speciaal voor de gewone Spijkenisser. Dus waren de kaartjes voor het festival dan ook absurd goekoop. €5. Ik verdien geld over de hele wereld. Ik hoef hier niet in Spijkenisse nog eens even lekker Spijkenisse uit te melken. Ik wil gewoon dat iedereen kan zien waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Ik ben gewoon trots dat ik hier kan staan. Op internet waren toegangskaartjes voor zijn feest goud waard. Sommige mensen boden tot €250 om naar dit unieke feest te kunnen. Toch waren de meeste bezoekers gisteravond echte Spijkenissers. Mevrouw, hoeveel heeft u betaald voor uw kaartje? €5. U komt gewoon naar Spijkenisse? Ja. €5. 25 via Marktplaats. Voor één kaartje. Ik heb 20 kaartjes gekocht. Yeah. Die heb je allemaal verkocht weer? Allemaal verkocht. Ook nog, ja. Ik hoop dat jullie het tot zover naar je zin hebben gehad. Mijn oma daar is ook, mijn moeder ook. Mijn neef, mijn hele familie is hier. En gasten, als jullie zin hebben in een feestje, make some fucking noise!